Hallo daar en welkom bij een nieuwe aflevering van Larrywar Inc. En we gaan nu weet ik veel hoe je die naam uitspreekt. Maar alsnog, we gaan deze minigames, microgames van doen. Deze zijn echt puzzelgericht en je moet hier zo de tijd voor nemen. Ben ik achtergekomen toen ik deze voor het eerst speelde. Maar ja. Er is paniek op het schip. Ah, rennen, klein ding, rennen. Rennen. En dan gaat hij daar zo in. Toch? Ja, dan gaat hij daar zo in. SOS, SOS, SOS. Nou ja. Help hem dan. Dus dan zakt de lift met die knoantjes. Zo. Zak ik die lift, zodat die in de goos gered kan worden. Oké. Ja, daar is de lift. Yay. Kast me. En nu begint het. Inspect. Oké, we moeten een Game Boy Advance vinden welke goed is. Dat is deze. Ja, ik ben heel erg masselijk in het spel. En deze heeft 15 stages dus. This game is attractive. Stinky of boring, dat kan niet. Maar echt, daarom vond ik deze nou zo kut toen ik kind was. Want ik kon niet zo goed Engels. Oké, okay, match. Deze. Hoppa. Ja, deze kun je ook een fout hebben. Kun je gewoon zo een heel beentje drukken. Dus dan heet ze van... Nee, dat is niet. Maar ja, poor. Eens even denken. Deze, ja. Je moet hier zo gewoon echt goed de tijd voor nemen. En daar zo ben ik niet altijd best in. Oké, 1, 2, 3, 4. Kikkers, dus. Het zijn nog wel makkelijke dingen, maar... Hey. Sommige zijn echt heel kut hier zo. Nee, spieren. Oké. Hier moet ik staan. Want, dus dan kan ik hier zo mooi in. Ja, deze is wel moeilijk, maar dit is wel een van mijn favorieten. Hier, op die jongen. Die side. Deze. Deze is verkeerd. Dan is een kakkelakker, dat is een Hercules Beetle. Wat wel. Eentje die heel erg krachtig is. Oké. Uplift, hoppa. Zo makkelijk is deze eigenlijk gewoon. Maar ja, het zet je gewoon aan het denken. Dat is gewoon echt heel kut. Ja. Oké, ik heb hem gevonden. Dat is mooi. Hallo. Hoe gaat het met jou? Goed? Oké, dat is goed. 9. Watch. Hop, dat was een teddybeer. Teddybeer. Geen lege blokje voetbal of een snoepje. Maar het was gewoon een teddybeer. Lego, daar is heb ik echt veel mee gespeeld. Ja, Lego Racers. Komt er ook nog aan. Zoals ik al zei. Ik moet weer zeggen, de CD van de mijn vader. Zo verspreid liggen ze. Oké, welke deze? Ja, die moet ik vinden. Dat is een lief poesje. Oké, 11, 12. Most wins. Deze zijn met de meeste. 3, 4. Ja, mooi. Dit doet me denken aan Pikmin. Ja, Pikmin 3 komt nu op een gegeven moment uit, maar... Heavier. Deze is heavier. Oké. Maar ik doe me echt denken aan Pikmin. Niet dat ik die game veel gespeeld heb, maar... Ik voel me eigenlijk best wel grappig. Oh, great. Deze vind ik nog eigenlijk best wel kut. It's Hungra. Je kan nu aanvallen, wat wil je doen? Boomerang, die Blummerang. Deze vond ik echt altijd zo kut. Nou ja. Hungra is attacking, what will you do? Shields. Oké. Ja. Not a fact. Try using magic, what will you use? Thunder, niet Timber. King of Timber, maar ja. Last chance. Time it and press A. Success or failure. Succes! Hij is de hoed! Mooi. En hij is verslagen. Yeah, hij is verslagen. En wij hebben deze alien gered. Zo. Earling, prepare to be dazzled by alien powers. Oké. Shucks. Fuck jou gewoon, fuck jou. Pof. En dus dan gaat hij naar de aarde. Ja. Maar waar gaat hij naartoe? Dat vragen we ook ons af. Oh ja. Naar de ijssalon van Mona. Nou, eigenlijk Mona de baas, maar Mona werkte dus. En nou is rechtsboven gaat hij zo UFO in, UFO uit. Weet het tot hij iets vergeten is. Je bent geklaard. Dus not computer. Oké. Wat? Spreekt een beetje Yoda-achtig, maar... Hé, hey, alweer een nieuwe versus, dat is heel mooi. Zo
Jagamore. Oké, gekrapt. Oké, we kunnen nu Dr. Cryo of Cat en Anna doen. Dus we krijgen samen Katana. Nou ja, we gaan nu deze doen. En deze heeft nogal vaak met rotaties te maken, als ik goed heb. Dus draaien. Nee, wacht, dat was ze in Mario World Touched. Daar was het in. Sorry. Maar ja. Die gozer is nu zo'n beetje aan het dansen. Gewoon van. Wow, mijn stoel klinkt echt heel pieperig. Broos in zijn mond, dus dan wil hij wat te drinken. Maar. Ja, zuip je het op. En hij moet dan heel erg nodig naar de wc. En hij is kaal. Hij is kaal! Ah! Oh, echt nodig naar de wc. Kom op. Ik ben echt moe, joh. Ik kom echt net van mijn werk af, dus. Ja, misschien moet ik ook zo meteen even gaan liggen. Ik weet ook niet, maar ja. Op naar de wc. En nu beginnen de minigames. Chumber. Kumkumber, wat dan ook. Gewoon geniaal smaak. Hey, ben ik komkommer. Eat. Hoppa. En wacht even, dit heeft vaak met eten te maken, dat is waar ook. 2. Kut. Hoppa. Tada. 3. Mooi. Reflect. Hoppa. Wat heeft dit nou met eten te maken? Nou ja. Spieren. Kom. Fight. Hoppa, bam bam, bam 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 bam. Ik kan iedere ninja aan. Hoppa, weer voor een appel opgegeten, what the fuck. Sliep, oh, die was niet dicht. Dat is kut. Daar gaat het leven. Bounce, hoe kut. Bounce, 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 bounce. Dat is mooi. Oké. Okay. Weer bij Achio. Mooi, spray, hoppa. Misschien zou ik dit nog wel even min game moeten laten zien. Oké. Doen we zo goed? Pinch one. Nou ja, 1, 2, 3, hoppa, maakt toch niet uit. 11. Smash toe. Hop, 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 hop. Nog een de kant ook, maar ja. Drop, hop. Oké, mooie taart. Ja, ik zeg het, dat is echt mooie taart. Assemble, hoppa. Ball stage alweer. Wauw, deze ging echt snel. 14, defense. Oh ja, deze kan echt zo kut zijn. Oh god. Oké. Stop. Stop. Ik zei stop. Yo. Oké, dankjewel. Ja. Zo. Hoppa. Oké. Nee. Ja. Nee. Nee. Oké. Zo. En deze drie gaan heel langzaam naar beneden. Dat weet ik. Zo. Hoppa. We zijn iets kleiner dan de eerste. Ze zijn ook wat moeilijker te raken. Ja, volgens mij gaan ze wel even kapot, ik weet niet. Maar volgens mij kan het wel. En nu komt die ene vaas. Dat is heel mooi. Ah, man. Wat ben ik er moe. Zo. Hoppakee. En. En ik heb gewonnen. Ha, 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 ha. Mooi zo. Ja, ik kan nog wel een minigame aan jullie laten zien. Phew, dat lucht op. Maar dan. Oh, alle water. Ja. Ja, dat is mooi. Snel naar boven, dokter, snel naar boven. Oké, zwemmen. Zwemmen, Krijn. Zwemmen. Zwemmen. Ik zit weer lekker te zwemmen. En dit geluidje. Maar gebruik ze ook in Wareland 4 van. Wareland 4 moet ik ook nog steeds afmaken. Dat is waar ook. Kut. Nou, ik weet echt niet meer wat met Wareland 4 gebeurd is of waar ik gebleven ben. Maar ja. Nou, dat musje heeft me tenminste. Zie hem dan ook heel rustig zo van. Zwem, 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 zwem. Nou, dat is echt best wel nice. Oké, en nu komt hij heel rustig aanvliegen. Oké, waar staat hij? Oh, hij vliegt er gewoon boven Jimmy, dus. Oké, dat is mooi. Wat heeft hij te zeggen? Very good indeed. My fraud theory was valid. Yes. Oké. Dat is echt mooi. En dan weer een nieuwe versus. Hey, dat is ook weer mooi. Dus niet. What the fuck? Nee. Ja, nee, misschien ik weet niet meer. Oké. Skating board.
Nee, ik zei A. Deze wil ik even gaan doen. Kijk hoe ver ik kan komen. Ready? Tuurlijk. Kijk, hier kun je dus een dubbelsprong maken. Zo, daar, zo, daar, zo. Oh ja, wacht. Ik moest even vergeten dat je hier zo kan bukken. Nou ja, overnieuw. Je kan hem even in één hand vast in controle, dus... Wat? Oké. Derde keer scheepsrecht. Ready? Go. Oké. Hop, hop. Hier zo overheen. Dat is 2. Dat is 3. 4. Nou, gaat lekker zo. Nou, kan niet beter. Oké, probeer ik de 40? Ja, tuurlijk probeer ik de 40. Of de 10, dat kan ook. Nou ja, ik val nu even, misschien wel omdat ik moe ben. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken van deze aflevering van WarioWare Inc. En ik zie jullie in de volgende aflevering, waar wij de andere Jimmy gaan doen. En Katana. Dus allemaal bedankt voor het kijken en adieu.